Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door AV Oost, uw partner in audiovisueel. Leuk dat je kijkt naar het Weekjournaal. We beginnen deze uitzending met de nieuwe kledinglijn van Excelsior 31. De kledingcommissie heeft besloten om over te stappen naar Patrick. Allereerst, we willen als bestuur graag besturen en we hebben hele goede mensen in die commissie zitten die al eigenlijk van A tot Z het proces doorlopen, begeleiden en ons als bestuur daarin ook goed meenemen. En dat is nu ook gebeurd, dus we wisten al lange tijd dat het contract met het huidige leverancier Nike loopt af na dit jaar. Wat willen we ermee? Willen we het gaan verlengen of willen we het gaan stoppen? Nou, uiteindelijk hebben we toch gekozen, alles bij elkaar. Er was wel wat, waren niet altijd even tevreden over vooral de leveringen. Wel echt over het tenue, heel mooi tenue. Maar over leveringen, we willen toch wat anders. En het is ook een hele kostbare aangelegenheid. Hè? Je bent veel geld kwijt. Ergens misschien ben je dat bereid om te betalen, maar dan moet je in ieder geval zeker weten dat alles ook leverbaar is. En als dat niet zo is, dan vinden we ook als een club als Excelsior, dan moeten we een partner hebben die echt geïnteresseerd in ons is. Dus vandaar eigenlijk de switch. Uitgebreide procedure doorlopen, met veel kledingleveranciers gesproken, met verschillende merken ook gesproken. Uitgebreid, ook goed die afweging gemaakt. Referenties nagetrokken, dus veel andere clubs die switch hadden gemaakt gebeld. En eigenlijk een heel goed gevoel gekregen bij Patrick. Dus vandaar de keus. En op lange termijn gaat Patrick ook de club wat opleveren, hè? Ja, nou, op lange en korte termijn. Het is gewoon een prijskwaliteit, een heel goed voorstel. Wij hopen inderdaad lang met hen samen te werken. Dat is wel de insteek. En het voordeel is inderdaad dat we meer kunnen doen, eigenlijk ook naar alle leden toe. Dus jeugd, ook ouderen, dat we met de kleding, met de tenues, maar ook met trainings- of presentatiepakken. Dat we voor alle jeugd ook geregeld kunnen worden. Nou, voor de senioren is het voorstel om daar wat in de faciliteiten te doen, of in ballen of in hesjes, om hen om dat weer naar een goed peil te brengen. Nou, dat is voor de kledingleverancier. Maar daarnaast zie je gewoon dat zij willen heel graag ons hebben. Zij doen al heel veel grote clubs in het land. Maar hier in het oosten zochten ze nog een vereniging met een omvang van onze. Die kunnen wij vervullen. En vanuit die plek hopen zij ook weer wat meer clubs aan hun te binden. Dus ze hadden er veel belang bij om ons binnen te halen. En dat is voor ons ook niet nadelig uitgepakt. Eén zorg moet je denk ik wel even wegnemen bij iedereen die nu Patrick shirts al gepast heeft. Want dat is niet hoe het gaat worden, toch? Nee, dat klopt. De paskleding is de paskleding die gebruikt is. Onze tenues worden voor ons ontworpen. Die worden op dit moment gemaakt, dus die zijn er nog niet. Die zijn er wel met ingang van het nieuwe seizoen. Dus mochten mensen twijfels hebben van wat is dit voor een tenue? Dit is niet het tenue en ook niet de kwaliteit van het tenue wat wij uiteindelijk gaan krijgen. We hebben daar ook uitgebreid wel met Patrick over gesproken. Hebben ook een lijn eigenlijk die zij de exclusieve lijn noemen. Dus die er ook eigenlijk inderdaad chic en netjes uitziet en keurig bij zit. En we waren heel blij dat Richard Nijland op dat moment nog in het bestuur zat. Die natuurlijk heel veel ervaring heeft in de kleding en ook goed het kaf van het koor kon scheiden. Ja. En dan gaan we door naar het eerste elftal. We hebben nog twee plekken over in de halve finale van Latje Trap. En één van die plekken gaat ingevuld worden door de winnaar van deze kraker. Frank Gerritsen-Mulkes tegen Dionne Hendriksen. Oh, ik hoorde wat hoor. Ik hoorde wat. Jammer. Dionne heeft even druk. Ja! Oeh! Oh. Jawel!
Frankie was hier anderhalf uur voordat de training begon, was hier op het sportpark. Had dat te maken met bepaalde spanning? Ja, ik denk ik ga even een uurtje oefenen. Maar het mocht niet baten. Het mocht niet baten? Nee. Wil je nog een handtekening van de Jonne? Als ze wint, dan wil ik er eentje van. Nou, deze staat vast. Top, doen we. Oké, okay. Bedankt. Jullie ook. Strijdend en onder. Die Jonne, die smaal, die wordt alleen maar groter. Ja. Oh jee. Er was nog twijfel. Zes ballen had je nodig. Ja, het was iets minder dan de vorige keer. Kijk ja. ik even naar je schoeisel. Niet gelukt om een paar echte voetbalschoenen te bemachtigen. Ja, als je talent hebt, heb je dat niet nodig. Maar dan volgens mij heeft Frank een dealtje met Geert gesloten. Dat jij geen voetbalschoenen zou krijgen. Want volgens mij moet maat 39 toch geen probleem zijn. Nee, maar ja. Je moet er zijn hier. Je moet iets doen om te kunnen winnen, hè? Nou, en door, hè? En door. Gefeliciteerd. Dankjewel. De Jonne plaatst zich dus voor de halve finale. Daarin gaat ze het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Hielke Penteman en Michiel Achterhoek. En tot slot nog even aandacht voor het meidenvoetbal. Op woensdag 9 juni staat er een voetbalmiddag gepland voor de meiden. Dat is het Oranje Festival georganiseerd door de KNVB. In het verleden hadden wij altijd vriendinnendagen, meidendagen, net hoe je het wil noemen. Nou, dat gaan we nu ook oppakken begin juni. Maar de KNVB heeft de EK voetbal daaraan gehangen om het in een oranje sausje te gieten. Dus dat gaan we organiseren begin juni. Zwart Vriendinnendag in de vorm van de Oranje Festival. Meld je dus aan voor dit leuke evenement. Tot zover dit weekjournaal. Aankomend weekend melden we ons weer met een nieuwe aflevering van Koppen zonder Noppen. Bedankt voor het kijken en een zonnig weekend. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door AV Oost, uw partner in audiovisueel.